Okie dokie. Ja, Daily Challenge. Tijd. Het is wel een heel erg neerwaartse trend. Ik hoop dat ik hem in ieder geval omkeer, weet je. Want heel veel meer neerwaarts zonder het. Hoe heet het? Zonder het. Hoe heet het? Zonder het daadwerkelijk. Brons te maken kan ik niet echt gaan, zeg maar. Ik wil eigenlijk vooral even weten. Ben in de city, oké. Okay. Dat was het eigenlijk vooral. Dat ik hoopte dat er een naam op stond. Want ik had al wel een vermoeden dat dit. Dingen zou zijn. Nigeria. Maar niet. Welke stad? Want volgens mij hebben we vorige week niet zo'n locatie gehad dat het in Lagos was of zo. Volgens mij was het in Lagos, denk ik. Kijken. De Malia Street of zo? Ik weet niet of OB of dat de wijk is. Nee, ik denk het wel. Ik zie hier OC staan. Misschien dat een OB OK kan dat ook? Nee, het is echt O. Het is O en E. Het te vinden. Ik zeg dan is het alleen maar wat dichterbij, hè? Het is al dichtbij genoeg, maar neerwaartse trend mag graag gestopt worden. En ik weet dat ik toch niet beter of wat dan ook ga vinden dan wat ik nu heb voorlopig. Kan ik beter zoeken naar eventueel de school? Het is Ifuku Education Center. Waarschijnlijk staat het er niet zo op, gok ik. Maar goed, weet je, dan kan ik in ieder geval niet zeggen dat ik het niet gezocht heb. Ik heb gezocht. Dat is het belangrijkste. Bruins, dat lijkt me Frans te zijn. Maar is dit ook Frankrijk? Of is dit, want dit. Oké. Misschien dat het niet Frans, maar Italiaans was. Ik zou toch zeggen dat dit Frans is. Nee, Luxemburg. Nee, ook wat? Nee, wel Frankrijk. Oké, top. Daar is een grote rotonde. Grote kans dat we daar meer potjes aantreffen. Yes, A62. Eerst die A62 opzoeken. Daar, oké.
We zoeken zo wel verder. We zitten nu op die rotonde, dus we kunnen nu in ieder geval een aantal. Even kijken, Bergerac. Bergerac is een vrij grote plaats volgens mij. Zou ik denken. Vergeet niet, wacht even. Ik denk dat we beter dit kunnen opzoeken. T933. Dat is hier. Want dat is waar we nou zitten, zeg maar. Oké. Er is een mogelijkheid dat dit is waar we nou zitten, aangezien dat die A62 hier loopt. Wat zei ik? Ah, nee. Darn it. Madagaskar. Dat is mijn beste gok. Gezien het feit dat we dat de vorige keer ook gehad hebben. Anders zou ik, wat ik zeg, Madagaskar, Oeganda. Nee, want er staat daar ski lift. Ik ben er vrij zeker dat ze geen ski lift in Madagaskar hebben. Oh man, what a fucking. Het ging zo goed. Ja, dan kan dit echt alles zijn. Van Italië tot Argentinië tot zelfs Australië. Dus dat. Nieuw-Zeeland. Man, dit zijn. Dit is een scheidlocatie, sorry dat ik het zo zeg, maar. Dit is echt een scheidlocatie. Kan de VS zijn. En het is ook niet dat het nou zo begaanbaar gebied is, zeg maar. Dat het heel makkelijk af en op te reizen is. Gebaseerd op de bomen. Maar dat is echt een verschrikkelijk gok. Ik zie daar een bordje staan volgens mij. Ja, ik zie daar wel iets staan, maar. Israël. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat was niet. Absoluut niet mijn gok geweest. Absoluut niet. Ik had er compleet naast gezeten. Ik weet ook niet waar ik dit zou moeten zoeken, eerlijk gezegd. Zou dat. Ja. Ik wil net zeggen, het zal wel iets verder bovenin zijn, maar. Ik denk, want ik wilde zeggen van, oh, dit is. Groenland. Kan nog steeds hoor. Ja, het is wel Groenland, denk ik.
Is alleen de vraag waar in Groenland is dit? Er is. Nee, dit is wel gewoon Groenland. Ik hoop dat een van deze bedrijven in ieder geval de naam van de plaats erop heeft staan. Ik kan me ergens vaag herinneren dat het erop staat, dat er bij eentje op staat, want volgens mij hebben wij deze ooit gevonden. Deze lokaal. Het is gewoon Nuuk. Oké. Nee, dit is een bouwbedrijf van Nuuk. Dit is niet Nuuk zelf. Ik kan me ergens vaag herinneren dat we deze ooit een keer gevonden hebben. Oké, nee. Nou is het 100% zeker Nuuk, want ik zie in mijn ooghoek zag ik dat. Dat ene bedrijf van zag ik staan hier. Deze. Woe. Oké. Wat ik zeg, ik weet dat we deze locatie namelijk gevonden hebben. Maar vraag me niet waar. Echt niet. Dan zou ik zeggen dat het misschien hieronder ergens is. Misschien. Nee. Hey, luister, ik ben al blij dat ik Nuuk gevonden heb. Dus. Waar. Ik weet niet meer waar de bedrijven zitten. In, zeg maar het industrieterrein. Om het zo maar te noemen. Niet dat ik wou zeggen, als dit nou niet in Nuuk is, dan word ik echt helemaal wild. Oké, dit is Australië, Nieuw-Zeeland. Dat zou mijn eerste gok zijn. Hopelijk komen we nog iets van een bordje tegen. Eén voordeel, wat het ook wordt, score is nu al beter dan die van gisteren en eigenlijk de afgelopen dagen. Zelfs als ik nou niks invul, dus nou is dat niet mijn plan. Zal daar heel duidelijk over zijn. Even kijken, misschien dat jij mij kan helpen waar we zijn. Nee, niet echt. We rijden wel links. Marino's Hill Quarry. Ik wil eigenlijk vooral weten of dit Nieuw-Zeeland of Australië is. En die kwaliteit, dat doet er niks aan af, want we weten dat het allebei kan. Dus wat dat betreft. Ik hoop eigenlijk op Nieuw-Zeeland, want dat zou net iets beter te doen zijn. Want dan heb ik waarschijnlijk gewoon zonder problemen Moro. Klinkt ook echt veel meer als een Australische naam dan een.
Nieuw-Zeelandse naam. Ben ik bang dat ik ook echt helemaal verkeerd zit, maar. Yep. God. Fuck you, Australië. Sorry. Als er nou gewoon Carnes had gestaan in de plaats van. Dan had ik het gewoon geweten. Het is wat het is, ze kunnen niet veel aan veranderen. Maar goed, eerlijk is eerlijk, ik zat met deze zat ik ook al bijna naast, dus of het niet veel scheelt. En als ik daar niet nuke gevonden had, dan weet ik niet wat ik gedaan had. Nou, waarschijnlijk gewoon een nuke gezet, maar goed, daar gaat het niet om. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een uur de hele challenge. En dan zeg ik tot morgen.